Eindelijk zijn we terug. Examens zijn voorbij. Yippie. Dus we kunnen terug opnemen. En ik wil al eerst iets goed leuk mededelen. We hebben 25 abonnees. Yay. Maar misschien nog belangrijker. Meer dan 40. 40 unieke kijkers. Dat is zeer cool. En ik vind dat ook zeer cool. Maar we gaan er alleszins nu eerst invliegen. Ik heb wat werk gedaan, zoals je misschien kunt zien. Ik heb de vloer aangepast. Ik vind het heel leuk. Ik heb steeds geen idee wat ik hier heb gedaan. En je kunt gewoon van huisje naar huisje perfect zonder in het water te diepen. Ik heb ook hier een sign gezet. Onze skeleton was verdwenen, dus ik heb een creeper erin geplaatst gezet. Er binnen een beetje mijn vloer design gedaan. Maar wat belangrijker is misschien, overal de barrels, bijna overal, hier ook aangepast. En ik gebruik ze nu ook. Hier zeg ik mijn diamonds en zo in. En hier moet alle steen in komen. Maar ik heb heel veel steen. En wat ook wel leuk is, is dit huisje. Dit heb ik afgewerkt. Langs de binnenkant. Dit wordt een villager trading hall. Niet echt al te groot, maar waar ik mijn boekjes vandaan kan halen of zoiets, iets gemakkelijker. Ik heb hier een geheim gangetje gemaakt. Ik wou hier zo'n black market maken. Zo hier tussen. En ik vond niet echt goed dat ik dat moest doen. Ik heb dat nu gewoon zo gedaan. Ik heb er een torch gezet zoals het dicht is. En mensen denken, oh, dit is gewoon een verlichtingspot. Maar nee, oh mijn god. En dan kun je hier doorfrommelen. Verschrikkelijk. Maar hier gaat Mindsnor een black market huisje maken. En hij zei dat ik dit dan in de plaats kreeg of zoiets. Maar dan moet ik nog eens navragen, want daar ben ik niet zeker van. Ik heb eindelijk genoeg om mijn. Dit stond er dus de hele tijd al op en ik had dus niet door dat eens wat er nog bij moest mijn ding was. En nu hebben we de beste helm in de game, denk ik. Geen idee juist. Dus Netherite ingot. Ja, ik ga het doen. Dat is beautiful. En nu hebben we ons eerste ding Netherite. En ik dacht dat we een advance misschien krijgen, maar niet dus. Kijk hoe stoer ik er nu uitzie. Dus mijn Elytra kan ook volledig. I believe I can fly, inderdaad. Nu is het probleem, hier moet nog Protection 4 op, maar hier staat Fire Protection op. Dus ik moet nog leveltjes, niet zoveel meer, ik moet nog een paar levels hebben en dan kan ik proberen een break. Protection. Wacht, heb ik geen Protection? Dus Protection 3, ik heb Protection 4 nodig. En op mijn bottom moeten er nog verder falling. Soul speed, mending en nog allemaal rare dingetjes. Dat veel te lang gaat duren. Dus nu zijn we klaar met de rondleiding van wat ik heb gedaan tijdens de dingen. En nu gaan we aan nieuw ding werken. Hier waar ik nu sta, hier moet een grote gebouw komen, hier achter ergens. En daar ga ik een hoofd. De. Ik kan niet praten. Daar ga ik het stadhuis ding maken. En daar ga ik al mijn valuables dingen insteken. Dus ik ga hier nu beginnen met dit stukje hier uit te graven. Hierachter. Waar er een grot. Zo ongeveer dan. En dan een grote opening met een groot huisje in. En dan daar gaat een stadding komen. Auw. Stadhuisachtig ding. En een geheime ingang naar onder. Ik weet het, weer een geheime ingang. Komt een grote schatkamer met goud en diamanten en alles in. Vol met kisten en bijbels en zo. En dan hoop ik dat ik er een schip in kan smijten. Yep, laten we dan gewoon even beginnen met een mooie
Wat? Hoe cool is dit nu dat er toevallig op de plek waar ik er grot wou, toevallig al een grot perfect zoals de rest als die grot is. Wow. Nu hebben wij wel genoeg plek om hier op deze vlakke muur een mooi hasje te maken. Yippie! Dus dan kunnen wij dat de volgende keer doen. Want dan gaan we met zo'n video werken. Yay. En ik wil dit voor de volgende keer doen. Dus doei. Maar vooral je gaat. Wacht. Bedankt om te abonneren, die ene persoon dat heeft geabonneerd. Ik heb ook allemaal leuke comments gekregen op een aantal video's. Dat heeft me heel blij gemaakt. Maar dan zie ik jullie dus de volgende keer. En hier heb je nog een dom clipje van ik dat Mindstore troll terwijl ik me verveel tijdens het bouwen van dit ding. Doei. Kijk, hè? Dit is de best trap ever. Ah. Ik ben zo'n goede vriend, hè.